Housing Designs and Histories present. In 1912 las ik een oproep in de courant waar gevraagd werd naar een vrouwelijk architect. Ten einde het huis 1913 te ontwerpen voor de tentoonstelling De Vrouw. Ik kreeg deze, mijn eerste opdracht. En werkte onder de naam Greta Derlinge, om niet verward te worden met mijn broer architect A.J. Kropholler. Het grootste gedeelte van onze woningen is gebouwd door de bouwondernemers of eigenbouwers. Gewoonlijk in grote blokken tegelijk. Hun doel is deze huizen zo goedkoop mogelijk te maken, zo courant als het kan, ten einde ze onmiddellijk na de voltooiing zonder moeite zo voordelig mogelijk te verhuren en te verkopen. Voor schepen maakt men ramen die de geweldige zeewateraanvallen kunnen weerstaan. De huurwoningramen lekken en tochten bij de minste regen en wind. Ja, misschien herhaalt de tijd zich ook, hè? Want, die eigenbouwers, of tegenwoordig de projectontwikkelaars natuurlijk. Ja, sowieso, alles moet snel. Maar zij noemt ook al dat ze toen ook al zo slecht waren, die woningen. Ja, het was ook, jouw land was nog niet zo lang na de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Hè. Materiaal was schaars en niet goed. Materiaal was vaak duur. Duurder eigenlijk in verhouding dan de arbeid. Terwijl het nu natuurlijk helemaal andersom is. In 1921 en 22 maakte ik voor bouwondernemers de gevelontwerpen in het blok Holendrechtstraat in Zuid. De gemeente gaf de grond uit met de architecten erbij. Een commissie van collega's had mijn naam op de lijst geplaatst. De hele organische vorm van dit gebouw, met rondingen, uitstulpingen, instulpingen, dat is op dat moment wel typisch Amsterdamse school. Die willen dus echt veel meer, veel uitgebreidere vormentaal, daar willen ze mee bouwen. Toen ik begon, dat was eind jaren 70. En het was eigenlijk net het moment dat er woningen waren met enorm veel achterstallig onderhoud. Dus die markt het stel gebouwd heeft, waren toen echt toe aan renovatie. En daar ben ik in begonnen en heb ik eigenlijk altijd in gewerkt. Bedenk het maar. Een steen op zijn kant en dan een hele smalle steen ertussen en dan twee koppen eronder. En dan dat in een patroon metselen. Dat is echt heel apart. Yeah, well, there were different reasons why there were not many buildings for hosting people living independently, let's say. The first one is that the ideas of the society, again, the nuclear family, you had to marry. After, we had to think that by then, after 23 years old, you were considered too old, yeah. You know, so you had to marry normally before that age. So, and there was like the... like in other Western countries, like the USA and the UK, here it was implemented also the marriage ban, bar, which means that there were different laws and legal measures that were trying to prevent married women to have a paid job, again, to force them to stay at home and do the domestic work, etc. That started in the Netherlands after the first wave of feminism to be implemented, and there were different measures for that, and it was not revoked completely until January 1957. Even if this was just applied to married women for specific jobs like civil servants, working in the post, etc.,
this affected every woman because it was the stereotype, you know, that was the stereotype that married women should not work. So yet when they started to do that, many of them liked that independence, let's say having their salary. So many decided not to marry as a way of keeping their jobs, keeping their independence also. And they were trying to trying to find a place to live. The problem, there were not many places. They had to, if they were living like a kind of hostel or something like that, or a, you know, pension, like a family house that were renting homes, like a landlady, like a widow normally. Old Airbnb. Before the Airbnb era. Those were not ideal solutions for them because they could not control the entrance of their own places. They could not have guests, you know, they had to be like also the laws of the landlady or the person in charge of the house were kind of imposed into their lives, right? So for them it was an obsession, like to have their own front door, to control the entrance, to be able to manage their own space, to have a space on their own. Yes, I think she was passionate about architecture. I mean, it's a very unique case. She enrolled this technical school in Harlem. Her father supported her. That was very important. He was also like a very progressive man. He was involved. He was a civil servant at the municipality of Amsterdam. He was involved in housing for single too. Singles. Okay. The Het Nieuwe House project that was for men and women. For civil servants that were single and so on, middle and upper class. And she used to go with him when he was like kind of visiting the construction of these buildings or talking to architects and so on. She used to be, surrounded by architecture and architects. And then, she went to this school in Harlem. Then she practiced in an office for some years because before joining the academy in Amsterdam, you had to do at least 2 years of practical training. And then she graduated in 35. She was the first one. Yeah. Women graduating there. And the second one will be Lotte Stambese. 10 years later, so 45 already. So quite pioneer. And then she worked for the municipality of Amsterdam herself, for another woman, Jacoba Mulder, I think is her name. You probably, if I pronounce it correctly. Yes. She was the working with Van Esteren, Cor Van Esteren, and she was the one that, when he retired, took on his position. And of course, when she married in 38, she had to quit her job, and then they started their practice together, and her husband. Yeah, well, the first learning is that there are many different, like, lives are diverse, and housing should be diverse. Yeah. That's the main learning, I would say. Like, in the end, having like this standardized typology, I understand that can help us to get the price low so we can build for many in a cheaper way and provide housing solutions for most of the people, but we are also forgetting about people that do not fit into the norm, right? Yeah. So, yeah, this is, for me, the main learning, let's say. Mm-hmm. And they were already ahead in terms of designing more inclusive housing designs as well. Actually, they were pushing for designing flats for one person in mixed in flats with family homes. You know, they didn't want to have their own buildings, let's say, but this was the only way in the end they were able to do it because it was not envisioned that it should mix. Yeah, that the mix. Yeah, that's the thing. Yeah. And the other thing is like flexibility in the domestic quality and flexibility inside the domestic space. Lives are diverse, not only in relation to the size of the space, but also how we would like to organize them. We like to cook, we don't like to cook. We can afford not to cook, that's another question. But so having a flexible spaces that can adapt
also not in within your life, you know, different life stages. Yeah. So yeah, they were already thinking on these issues by then. Unless I've completely missed on them, but there's no common space. The flat is really good. You are super central. You've got the station really close by. Yeah. You've got a few nice green areas, parks, so that's super good. For the building itself, I'm on the sixth floor, mm-hmm. and you have a really open view on the west side of the city, mm-hmm. and a really good view on the other side as well to the city centrum, and that's super nice. So, for example, in the living room, we see everything. No one can see into our place, but we have a very open view. We get the sun exposure all afternoon, and that's really nice. The building is from the 50s, as you probably know. Mm-hmm. It's pretty old and not renovated well. There are a couple of older people that I don't see a lot, but mm-hmm. it's mostly people like me, let's say, kind mm-hmm. of young, 20s, 30s. But it's pretty varied. There's a bit of everything, mm-hmm. mostly younger people. So on this side, the city center side, there's only sort of kitchen views mm-hmm. on the city center and the bedroom, but the bedroom is often blocked with mm-hmm. you know, window blockers. So it's quite private in that sense. Mm-hmm. So the view, you don't really enjoy the view. You enjoy the view when you walk to mm-hmm. your apartment. Mm-hmm. And the other side is you have the Mijn tijd heeft daar voornamelijk woningbouw, omdat dat natuurlijk een hele lange traditie in Nederland kent. En dat dan zichtbaar maken voor jezelf, voor je ploeg, werd uiteindelijk ook dat we altijd iets presenteerden voor het publiek, wat er nu dus hier gebeurde. Dus dat was toen wel uniek, want ik was een van de weinigen die dat deed. Dus dat je dus eigenlijk een product maakte wat je kon laten zien. Aan anderen in de school. Slot is allemaal hoort eigenlijk tot de generatie architecten. Ik zeg even architecten, niet voor vrouwen, die eigenlijk toen vanuit idealisme mee is gegaan met Ernst mee naar Frankfurt en daar eigenlijk verschillende gewerkt heeft in groepen. Dus dat was niet een architectenhoofd. Maar er waren altijd werkgroepen, dus het ging om dat je een soort gelijkwaardig met elkaar, met heel veel verschillende disciplines, steden ontwikkelen met die voorzieningen. Maar het interessante is dus het werk wat zij deed met Stam in Rusland, dat is eigenlijk voorbereidend geweest op wat ze uiteindelijk in Pendrecht ontwikkelde. Er waren de ideeën om, zeg maar, eenheden te maken waarbij de doorsneden van de bevolking bij elkaar zat, oud en jong, en de nodige voorzieningen. En dat is dan eigenlijk de wooneenheid. En er is natuurlijk een enorme discussie geweest over de maat van de woning, hoeveel woningen er is. En die discussie voerde zij dan dus als directeur. Maar zij studeerde dan in de opbouw. Ja. En daar had ze dus een heel bijzondere relatie met vooral met Bakema. Ja, Bakema was eigenlijk die heeft dus eigenlijk dat idee van de wooneenheid mede uitgewerkt. Dit is dan zeg maar de eerste Pendrecht-studies, waarbij je ziet van hoe ze zaten te worstelen met hoe ze die eenheid, dat zijn dan die eenheidjes, hoe die er eigenlijk om een kruis heen werden georganiseerd. Dit is dus het idee van Bakema, die dus eigenlijk een veel idee had van dat de dingen serieel aan elkaar zaten, niet gespiegeld. Ja. En dit heeft uiteindelijk heeft Lotte dit besloten. Dat dus dit gespiegeld wordt, waardoor er een staat, waardoor er twee blokken, waardoor weer echt een staat werd gemaakt, die hier ontstaat. En een binnenplaats, en dan hier een andere staat, die eigenlijk de groene straat was en dit is de stedelijke straat. Laten we heel algemeen beginnen. Wie bent u en wat is uw functie?
Mijn naam is Ron Arbé en ik ben de huismeester. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de kleine klussen die in de woningen gebeuren, de zogenaamde 10 minuten klussen aan zaken die horen bij de woning. Dus niet aan privézaken. In de praktijk hang ik best wel eens een lampje op of wat dan ook. Maar... En daarnaast, ik ben huismeester zorg. Dat betekent dus dat ik vanwege de bewoners, we hebben behoorlijk wat mensen die echt al wat ouder zijn, dat ook in de gaten houden om te zien of er hulpverlening moet worden ingeschakeld of andere redenen zijn om er bezorgd over te maken, waarvoor ik ook goed contact heb met wijkverpleegkundigen of andere hulpverleningsorganisaties waar nodig. Oké, want in principe zijn de bewoners hier wel... Zelfstandig. Ja. Het zijn zelfstandige wooneenheden. Gewoon een woning zoals in de wijk. Maar door het type is het gewoon... je zit veel dichter op elkaar en er is veel meer contact. En ben ik dus ook echt een contactpersoon voor mensen en voor nogal wat bewoners ook wel een praatpaal. Wij zijn bij het nieuwe instituut geweest, hebben het archief ingezien met oude tekeningen van dit gebouw. Mooi. En wij kwamen voornamelijk van de begane grond, kwamen we verschillende versies tegen. Dat verbaast me niks, want er zijn wat verbouwingen geweest in de loop van de jaren. En op grond waarvan, weet u dat niet? Waarom die verbouwingen zijn geweest? Nee, daar ben ik niet bij geweest. Ik weet wel dus dat we hebben daar nu, waar jullie zijn binnengekomen, hè? Jullie zijn die kant binnengekomen. Ja, ja. Kom je door een brievenbushal, die was er origineel niet. De ingang was daar en tegenover de ingang zat een balie en aan die balie zat onder andere de huismeester. Ja, dat hebben we inderdaad ook op de plattegrond gevonden. Ja, dat zie je. Ja, en de brievenbussen die hebben onder andere daar gestaan waar nu de vijver is. We hebben ook in die plattegronden, daar zat ook een aanvullende tekst bij. En daar werd ook in gezegd dat vroeger deze hele hal publiekelijk was. Dat kan ik me wel voorstellen in het kader van de reden of de manier waarop dit gebouw gepresenteerd is natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ik weet niet wanneer dat precies veranderd is. Dat durf ik dus niet te zeggen. Maar nu is het in ieder geval zo dat het dus niet meer zomaar publiek toegankelijk is. Want ja, je moet aanbellen om binnen te komen. Ja, ja. Mensen hebben een sleutel en ook voor de pedicure en voor de kapper. De mensen moeten daarvoor aanbellen. Ja, precies. Maar vroeger... schenen er dus meerdere publiekelijke functies ook nog te zijn. Ja, en die zijn een paar. Nu weg. Ja, die zijn nu weg inderdaad. Er schijnt hier een kinderdagverblijf of iets dergelijks te hebben gezeten, geloof ik. Maar ook een FNV-kantoor heb ik horen vertellen. Ja, dat hebben wij ook gelezen. Ja, ja, klopt. En dat is dan hier in de ruimte die hierachter zit, wat nu een opslagruimte is. Oh. Alleen de kapster is daar gebleven en de pedicure. Dan nog wat over plattegronden. Ja. Wij hebben gelezen dat er in principe twee types zijn. Twee types woningplattegronden. Maar toen wij bij het archief waren, kwamen we gewoon een stuk of 4, 5 Klopt. Tegen. We hebben, behalve de algemene, het zijn er denk ik inderdaad 2 of 3, en we hebben een paar afwijkende woningen, vooral in de hoeken. Het gebouw heet de Zonnetrap. Mm-hmm. Je hebt, de gevel is gebaseerd op terugtrapsgewijze balkons. Ja. Wat betekenen deze balkons? Voor de bewoners, is dat slechts een buitenruimte? Of ik heb ook gelezen dat er bijvoorbeeld hekjes zitten tussen balkons, of dat een bepaalde sociale connectie... De hekjes tussen de balkons zijn eigenlijk altijd bedoeld als vluchtroute voor noodgevallen. Daarom moesten ze ook altijd begaanbaar zijn en kunnen functioneren. Het is pas heel recent dat de brandweer heeft aangegeven dat ze daar geen gebruik meer van willen maken. Dus daar zijn we nog maar net mee bezig. Maar het is eigenlijk altijd vluchtroute geweest. Okay. En zodanig bedoeld dus niet zozeer voor sociale contacten, maar puur vluchtroute. Gelukkig nooit nodig geweest. Bewoners die afhankelijk zijn van rolstoelen, rollators, kunnen die route echt niet maken. Want je hebt zulke hoge drempels erin zitten. Ja, dat weet ik niet. Nee, maar ja goed, die bewoners kunnen dus eigenlijk ook niet op het balkon komen, want dan heb je ook zo'n hoge drempel om op je balkon te kunnen komen. Oké. Wat dat betreft denk ik dat de architect niet altijd even slim is geweest. Nee, ik wou zeggen, daar vindt u vast wat van. En daar zijn nog wel een paar dingen aan te wijzen waarin je kunt, ja, ja, de vraag kan stellen of de architect wel voldoende rekening heeft gehouden met de beperkingen van de oudere bewoner. Oké. Welke voorbeelden zou je daar nog meer van kunnen noemen? De verwarming, hier zit die goed, maar in alle woningen zit die aan de onderkant. Oh. En je hebt ook grote, waar ze dus middenonder zitten, en wil je die kunnen bedienen, moet je echt op de grond gaan liggen, om hem te kunnen zien. Ja, dat is niet handig. Maar is dat opdracht van een architect, of is dat een installateur? Dat durf ik niet te zeggen, maar het is niet, dat is een rare constructie in ieder geval. De trappenhuizen die we hier hebben in de woning, die hadden vroeger maar 1 leuning. Oh. Wat ook een beperking is. Ik heb zelf hier...
de tweede leuning laten aanleggen in alle trappenhuizen. Om de mensen meer steun te geven, ja, om veilig een trap af te kunnen. Ja. Waardoor mensen ook iets langer een trap kunnen blijven lopen. Bijeenkomst van die buurten, overleggroepen heette dat. Mm-hmm. Er werden al die problemen besproken. En ja. Nou, dat was al zo streng, dat als jij erbij komt, het eerste jaar mocht jij gewoon je mond niet open doen. Hè? Dat is al check roken, pukken. Dus wij zeiden van ja, zo'n verhaal kun je niet vertellen. Ja. Dus je moet het gewoon tekenen aan de muur hangen. En iedereen, of je nou lezen of schrijven kan, die kan het gewoon zien wat je bedoelt. Ja. En dat was een vondst. Ja. Want dit hing dan ook in het gemeentehuis op een gegeven moment. Dan hadden we hele lange triplex panelen gemaakt met pootjes eronder. Dat zijn hele lange lappen, dit, 2,5, 3 meter lang. Mm-hmm. Dat die, nou, die dingen mee gingen die schutting opbouwen, plakte die foto's op. Nou, en dan hoefde hij bijna niks meer te vertellen. Want, ja. Dus die tijd van die kunstacademie die kwam heel goed van pas om je verhaal te kunnen doen. Eigenlijk van kinds af aan ging het. Ik deed die dingen en vroeg me niet af, ik ga architectuur studeren. Je deed de dingen. Mm-hmm. En dat was wel redelijk succesvol. En ik werd er niet raar op aangekeken. Ja. En dat doet een meisje niet. Nee. En zo is dat natuurlijk in mijn leven doorgegaan. Ja. Waardoor het feminisme minder bovenop lag of belangrijk was. Dat hij gewoon, nou ja, wel het risico nam ook, maar gewoon zijn hersens gebruikte en zei van dat naast elkaar leggen van als ik dit doe en als ik dat doe, dan gebeurt er dit of dat. Ja. En ik was zo blij dat die man dat gedaan had. Dit. Ja. Dus we hebben dat gedaan, ja. Dus dat was al helemaal bam, ja. dit is dat. Kan helemaal niet. Ik zei, ja, maar kijk nou eens hoe het in elkaar zit, hoe het gebruikt wordt. Ja. En dan kom jij van de, dus er hangen camera's. Ja. Het is helemaal onveilig geworden. Ja. Nou, daar zit ik dan. Ja. Maar het is heel vloeiend in elkaar overgegaan dat je daar in Den Haag de muziek en dan die dozen en dan ging ik nog naar die academie en tekenen. Ja. Zo is het toch wel een beetje hoor, dat het heel geleidelijk, kijk je hebt een moment gehad, nou ben ik afgestudeerd en nou moet ik een vak kiezen. Ja. En dat heeft bij mij iets minder gespeeld. Ja. He, dat je zegt, ik las een advertentie in de krant over die interieurarchitectuur. En ik was altijd, wil je een kastje hebben? Oh, dan ga ik een kastje maken. Ja. Dat toch gaan doen? Ja. Dus er zat een soort geleidelijkheid in. Mm-hmm. En neem niet een stap van, nou ga ik architectuur studeren. Het was niet zo plotseling. Nee, het was een geleidelijk proces. En dat heeft alsmaar gekanteld van hier naar daar, van zus naar zo. Ja. En toen kreeg je uit die scholenbouw, daar had ik succes met dat gebouw in Leiden. Mm-hmm. En toen werd ik een scholenbouwer. Ja. En Wittenburg is daaraan vooraf gegaan. Ja. Dat is ook een heel mooi project. Here comes, you need to look at the original house that they built for them. And it's a series of houses in Byton. This will be a concept that you... Lucia used a lot. It's a house where you constantly go around the courtyard. There are never doors. All the doors are sliding doors. There are never doors that don't allow you to walk around. You have a constantly idea of the flexibility of the space. They started an office together. The office was very much on almost an extension of the house. I mean, where architecture, culture, and life became so intertwined, they worked together, they developed idea together, like the idea of the patio, the flexibility of the domestic environment, where the house is a space that you share. And they always trying to develop this idea that there is a space that you share. If you want to change the domestic environment, you need to change the mentality, but you also need to change
the rules. They discussed a lot together, but she also engaged herself as woman, architect, not in the couple, to follow the idea of having in her mind her own freedom to develop ideas that she developed with her husband and that she could apply and try to discuss this idea for really low cost housing was for her a very important choice. I saw her going away, I mean leaving, and then coming back 2 or 3 hours, having had, let's say, a workshop with showing her plan. She was definitely a pioneer. Yeah. She was trying to not only the flexibility of the space, but also give the community of the women a certain freedom, a freedom within the domestic household. So, for instance, always introduce this idea that a space can also be flexible. I mean, to create connection between the kitchen and this living space, and also to make sure that the family grows. This family growing could always allow changes. They had a kind of utopian approach to architecture. Architecture that always have to look forward, never backward, of course, but also kind of utopian approach. They lived all their life together. She had never been separated by the office. And she never tried. I mean, there was, for her, I mean, she was happy to go in the evening to do this seminar with the women and so, and to defend and battle for her idea. But she never tried to have her own office. She was almost inconceivable for a couple of that generation with that background. Hello, my name is Nathalie de Vries. I'm an architect, an urbanist, and I'm co-founder of MVRDV. When I started to study architecture here, about 1/3 of my fellow students in that year was female. For me, feminism at that time meant, I guess, that I would pursue my own study and career and become independent. From the conversations during my study, I remember mostly that me and my fellow students, especially the women, started to realize it's a very time-consuming profession. It doesn't really stick between the 9-to-5 hour schedule. It was hard, but we still, I think a lot of women, we liked our studies, so we just continued and hoped there would be a solution by the time we would start to work. While starting to work, I did notice that not my fellow students or my colleagues or the teachers, but also the clients, especially in the commercial sector, there are very few female clients. When you are in meetings at the building site, there were mainly men. So at some point you start to realize, so we are still an exception. Yes. Things are changing. I think at the time the general attitude among my colleagues and me was, we don't mention it, we want to be taken fully serious, we don't make exceptions, we don't behave differently. Yeah, very much, because we were in the sort of 90s and zeros, the high point of neoliberalist architects. Everything was about efficiency and the most marketable types, and so a lot of things were also being made kind of prototypical. This is the most efficient good office, this is the best 3-bedroom apartment. Everything was sort of standardized and minimalized, and as if we all work and live in the same way, for example. Yeah. So a lot of what we are doing in my office is about actually trying to find ways to diversify. And Silodem was actually, the program was divided in how many bedrooms the houses had and in what financial category they belonged in, from affordable housing to mid-income to, and then 1, 2, 3 bedrooms, that more or less. Yeah, but what does that mean? We want to make just the most possible different spaces and organizations and layouts as possible. And even there within the block you can also remove walls or add stuff. So how can we make a framework in which we can make as many different houses as possible? But we were also still looking for some kind of collectiveness,
And this became like, okay, well, if we just organize little groups of same houses and give them a very distinct feature, like the facade and then some colors, people could still say, oh, well, we are the ones that like this type of house, sort of. Yeah. Well, just go for it, I guess. And don't force yourself into things, but talk to your colleagues, help others. Talk maybe to other women, how are you doing this? For us, the term of domesticity is very broad. It starts all with this idea that it's very, very general. We don't design things. We don't design objects. We design spaces. That's sort of the prerequisite of it all. That is something I'm quite passionate about it because it's not evident. This whole sentence is super evident, but in architecture, it is not evident that you actually design sort of the opposite of things. That you design the background. You are the person who designs the stage and you're not the actor. And but that is also the very basis of domesticity, because it's a place of shelter as and a space of appropriate. You would like to have a contact to the street, but then there are always rooms that are less sensitive for privacy. So I would rather place, like everyone does, that's not very special. That is, you would rather put your kitchens in front, because in the kitchen you stand, there are always some person to be seen, that it's not a problem. But where you want to lounge and to hang around and then lay in unflattering positions on the couch, you just don't want anyone to see that. Maybe the nicest arrangement would be to have the kitchen in the middle and the dining table on the front, the lounge at the back. I think I would feel maybe more comfortable with that. But it has to do also with this Dutch plan, which is so extremely narrow and thin, that there are always only two positions on the facade, and then you can make it much more complex, much more rich, and much more fitting to this, or much more subtle. But that is for these present day plans, it's hardly possible. This incredible pleasure to occasionally meet a few times even Glenn Merkert. He uses to say that every good house needs two things, prospect and refuge. I think that's a very well-known quote from him, but I think that is described in a very great manner, that it's a place of protection and a place of outlook, and that this duality makes a place inhabitable. They choose to take these people, all the inhabitants, with them on kind of journey. Like, okay, well, it's some kind of adventure. We don't know anything. You know a lot of how you live here, what the problems are, and let's go together and say, and well, okay, we can have a look at how far we can come. The communication was very difficult. So we thought it's nice to reach these people by the children. These children, there was one group of children, they went to make a video film about this project themselves from school. And then they showed us around in their dwellings, they were in their apartments, how they lived. So that was, for us, it was also very, it gave a lot of information.
We zijn nu bij mijn huis en gaan we lekker filmen. Kom. Ik begin eerst met de woonkamer. Komt u even mee? In de woonkamer is helemaal niks. Deze is de keuken. Beetje smalen. Ik heb geen plaats voor de koelkast. Ik begrijp het wel. Wasmachine is hier. Klein ruimte voor de kinderen, voor de computer. Kijk, dicht bij het bed. Dicht bij het bed. En kijk eens, dit is mijn kamer. Juist klein, hier past helemaal geen bureau in, zo te zien. Ik vind dat dit heel erg groot moet. Snapt u? For this whole participation project process, they organized a lot of evenings, but in the evenings there came only men, or almost only men, because, well, the women, they weren't allowed to go outside. And so we organized some coffee mornings, and then, because I was a woman, I could talk to them, so that was very easy and very nice. So to talk to the women apart from the men, it gave us a lot of more information. Like, for instance, in the Islamic world, the kitchen should be divided from the living room. Although the women told us, well, if we are together as a family, it's not necessary to make this division. So we don't really have to close it. So that's why we make this schuifdeuren. But that was one of the things we really had to fight for to get them in this project. I think the reason why I choose to go to Delft and study there was, for me, was that I could do something with my creativity, and I wanted to mean something for people, and I was very interested in technique. So all these three things that came together, and in this project it really came together. Fabriek Ruim zegt, we have noticed that it houses a mix of functions, like small businesses and a variety of dwellings. And we were wondering, how did you manage to achieve inclusivity within the different types of apartments? Were there any specific elements designed for accessibility and inclusivity? Yes, so I think in the Buurt Fabriek Ruim zegt, there was quite a mixed program. The idea was it should be a kind of generic structure, and you could combine all kinds of apartments because the walls, the in-between walls, they're not concrete. So, well, you can connect them. But what I think is interesting, that a building like that is a small community, and there are different apartments, different, so there are lofts, there are penthouses in the very top, there are some apartments for the elderly, and also the business halls, they are on the ground floor and in between the two higher parts. At first, the idea was also that you could probably use it as a group dwelling, but in the end, there was a sports school and a restaurant and all kinds of functions, and they use it in a nice way. So the question is always, what does the project give back to the city? Yeah. So can it offer something to the city? And that's also the reason that I made these little veranda-like places in front of the building. So I cut off all the volumes. So there are on your own terrain, there are kind of places with a little bench and things, so yeah, that you can really make a connection with the city by making the setback. So there are all different types of housing in there, and it's like a little village in itself, I guess. I also looked into your publication, Bouwen for the Next Generation. And we were wondering, are there any specific parts of your research for this publication that you incorporated in the design?
Yeah. Yes, that book was a kind of mix of my private life and things I thought should be very useful for better surroundings, better environment for lively cities. So I thought it's really good to do research after the way from home to school, and how can you make vital city networks which are attributing to the surroundings. So these little places in front of the volumes, these little squares, they were exactly because of that research, because these are little places, and the hope was that there is always someone. And I made these shutters, these door shutters, like you can open them, you can close them, you have a kind of veranda feeling, as I mentioned it. So I thought it's important when families are stay living in the cities, because when they all move out, like Jane Jacobs said in the early days in New York, when they all move out, we have poor cities. So these places and the diversity in program, it was all done. There are also big family houses in this apartment building. So I thought it's good when people with children stay joining the city. So I think this Buurtfabriek Ruimzicht has some of these ideas, all my projects actually in those days. Yes, I used that. We zijn naar het project geweest, naar zeg maar, Sparno en Boetefeest. Ja. En die tuin daarin, zeg maar, als je binnenloopt, dan heb je het gevoel dat als je een soort van een indringer bent. Het is echt de tuin echt voor de bewoners. Ja. Hoe hebben jullie, zeg maar, zoveel groen in Amsterdam, wat al moeilijk is, vooral in de binnenstad, een soort van geïmplementeerd in het project? En wat een van de main ideeën zijn, zeg maar, van het project zijn de bewoners bij elkaar brengen, community vormen. Hoe zijn jullie tot die idee gekomen en hoe is het geïmplementeerd in het project? Nou, dat is natuurlijk echt DS. Hè? Zij zijn de ontwerpers van het landschap. Dus je hebt eigenlijk twee soorten. Dus je hebt deze. Mm-hmm. En dat is in het hof. En daar zitten voordeuren aan en dat is openbaar toegankelijk. Mm-hmm. Dus dit is niet van de gemeente, maar daar komt wel... pakketbezorger of de brandweer of daar wonen gewoon mensen aan. En dat maakt eigenlijk dat het voor die mensen ook meer hun huiskamer is. Maar dat groen, de gemeente Amsterdam heeft dus beleid op als je de stad verdicht, dat je dan niet alleen maar nadenkt over dat je meer woningen bouwt, maar ook dat er dieren zijn, dat er de luchtkwaliteit er is, dat er regenwater opgevangen moet worden. Dus de vraag was ook echt nadrukkelijk om daar goed over na te denken. En dus door DS heel erg goed nagedacht over hoe kan je niet dingen apart zien, maar dingen heel erg met elkaar laten vermengen. Dus we hebben de bestaande bomen voor een heel groot deel kunnen bewaren. En er is heel goed gekeken door DS naar van wat voor soort beplanting heb je hier nodig, wat voor insecten zijn hier, wat voor diersoorten, wat voor vogels. In deze tuin daar is nog iets anders aan toegevoegd en het gaat eigenlijk over, zo vat ik het tenminste op, een soort besef van dat je dit deelt. En dus bijna alles wat hier groeit is eetbaar. Dus het zijn heel veel kruiden en fruit. Dus dat geeft een gevoel, vind ik, ook van, oh ja, dat kan je dus ook samen iets mee koken of het geeft een ander soort sfeer, denk ik, ja. Dan dat het alleen maar is van naar kijken, niet aankomen. De gevel, want de gevel is echt heel goed geïntegreerd in de Amsterdamse school, in de omgeving. Heeft het meer functies dan alleen een gevel? Ik kan me voorstellen, want we zijn daar geweest, je hebt ook plantjes, je hebt een balkon. Uh, het,
ook bijvoorbeeld op de, een van de interviews ook bijvoorbeeld wordt gezegd dat het één geheel is en laat niet zien wat voor typologieën achter die gevels zijn. Ja. Dus dat maakt één soort van één geheel. Ja. Zijn er meer functies van die gevels dan? Ja, nee, eigenlijk zeg je het allemaal. Wij hebben de gevel echt opgevat bijna als een ruimte. Dus er zitten eigenlijk alle begane gronden, daar zit dus een keuken aan of een werkruimte of een leefruimte, die hebben ongeveer zo'n nis. Heb je gezien waarschijnlijk. Hè? Dus, dat, dus die 80 centimeter, die is toch heel belangrijk. Dus dat is eigenlijk een hele ja, soort ruimte in je gevel, zou ik maar zeggen. Mensen doen dat ook, hè? Die zitten daar planten neer. En die, dat is gewoon een beetje hun space, zo tussen de stad en het huis. Dus dat is één ding. Cultuurhistorisch, als je gewoon kijkt naar hoe de buurt in elkaar zit, wat voor kleuren daar zijn, wat voor soort details daar in de gevel zitten. Er zit natuurlijk ook heel veel menging in, hè. Er zijn ook allerlei tijdslagen zichtbaar. Maar een soort, als je kijkt naar wat een beetje een soort DNA van die buurt is, dan vonden we het dus heel belangrijk om daar echt vanuit heel erg nieuwsgierigheid daarnaar te ontwerpen. Maar tegelijk om wel iets nieuws te maken. Dus je kan ook zien, het zijn eigenlijk best wel een soort industriële ramen, best groot. Wat meer zo in plaats van. Het is ook best strak. Er zit ook best veel herhaling in. Maar we vonden het dus wel heel belangrijk om. Dat het wel vanzelfsprekend op zijn plek staat. Dat het iets nieuws is, maar dat het wel vanzelfsprekend is. Wat we heel fijn vonden, was dat er dus, wat jullie ook geanalyseerd hebben, er zitten echt allerlei verschillende ja, categorieën, noem je dat dan, huur op verschillende manieren. Hè? Dus commerciële huur, sociale huur, koop. Dat we het heel belangrijk vonden dat het project daar niet over gaat. Dat het gewoon gaat over wonen. Je woont ergens. Thank you.